4,7. Dus doet Alonso hetgene wat ze net riepen. Rondetijd van Schumacher, 33,9. Rondetijd van Alonso, 33,5. En dat is meteen de snelste raceronde. Dit moment van Button die mooie aanval pleegt bij Montoya. Goed gedaan hoor. Schiet wel iets te ver door hier en daardoor komt Montoya meteen weer aansluiten. Maar het gaat om gevechten, het gaat om inhalen. We hebben in de laatste wedstrijden van 2005 al gezien dat het kon. En hier het moment dat Fisichella dus een fout maakte waardoor Webber er voorbij kon. Dat is dus niet een inhaalmanoeuvre die we op het controle van Webber kunnen zetten. Schumacher beantwoordt de snelste raceronde van Alonso met 33,558.